En ik wilde zo graag, zo graag, zo graag schaatsen dit weekend. Ze zei, ik ga het proberen. Ik zeg, yes. Hij zegt, ik ga weer terug. Doei. Ik kan Bo niet vinden. Waar is die vrouw? Oh, daar is ze hoor. Goedemorgen, superleuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag 13 december 2022 en 13 december betekent dat ik jarig ben. Ik ben vandaag 26 lentes jong geworden en wat een ochtend, wat een ochtend, wat een ochtend. Ik ga jullie even meenemen. Ten eerste heeft het mega erg gevroren, daar ben ik blij mee, want ik hoop echt aan het eind van de week te kunnen schaatsen. Maar ik moest dus even mijn hele auto ontdooien en doen, dus daar was ik heel lang mee bezig. En vervolgens, daarvoor al, werd ik gebeld door mijn leidinggevende dat ik even op een andere locatie de voorschoolse opvang moest draaien. En dat daar om 7 uur wel iemand zou zijn, want dat was gisteren ook zo. Nou, ik stond daar netjes om 6:50, 6:45 en er was niemand. En ik heb tot 7:30 in mijn auto gezeten. Het was echt heel erg. En toen kon ik uiteindelijk naar binnen. Nou ja, ik heb maar Happy Birthday voor mezelf gezongen en kerstliedjes opgezet. Je moet toch wat, hè? Dus ik moest op die locatie, moest ik één iemand op een andere locatie dan waar ik normaal werk, moest ik één meisje opvangen voor de voorschoolse opvang, de VSO. Nou, daar heb ik even thee mee gedronken en een paar spelletjes gedaan. Toen ging zij naar de klas. En nu ben ik weer op mijn eigen locatie en werk ik hier gewoon vandaag de rest van de dag op mijn groep. Dus een hele intensieve ochtend. En ik moet om 2:30 naar de mondhygiënisten op mijn verjaardag. Echt zin in. Maar vanavond, ik ben al 5 uur vrij. En vanavond ga ik lekker McDonald's halen. En dan gaan we even thuis eten. Corina eet ook even bij mij. En vanavond gewoon musical. Ja, weet je, het leven loopt gewoon door, hè. Ook als je jarig bent. Ja, 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 ja. Nou ja, mijn cadeautjes heb ik natuurlijk zondag gehad. Hebben jullie gezien in de vorige vlog. Nou ja, dat. Dus ik ga eruit. En ik ga even door -5 naar mijn werk lopen. Nee, is een klein stukje. En dan ga ik even aan het werk. Ik ben bij musical en iedereen heeft me verlaten. Ze gingen wel voor mij zingen. Dat vond ik wel erg gezellig. Maar nu moet ik alleen in de lift. We hebben net lekker gezongen bij zangles. Ging goed. Nu even, volgens mij gaan we dansen. Maar ja, ik heb gewoon mijn verjaardagsjurkje aan. Dus ik zal eens even zien. Ik ben zo intens statisch. Het is toch niet oké? Ik word er helemaal. Kijk, het plakt gewoon helemaal aan mijn... Top, top. Het is weer Sophie in de vlogtijd. Sophie die doet dit jaar niet mee, heb ik wel een keer verteld. Sophie doet dit jaar niet mee bij ons, want ze doet mee met Robin Hood, de musical. Ja. En we gaan 7 januari naar jou kijken in Lelystad, dan is het try-out. Ja. Ik ben nu al trots op jou. Ja. En ze komt nu eventjes gezellig bij ons kijken. We doen nu een warming-up. Ik kan Bo niet vinden. Waar is die vrouw? Oh, daar is ze hoor. Love it. Sorry Bo, coachje, wat een hebt. Ik heb heel creatief gefilmd. Nu stop ik met filmen, want het is heel veel herhaling. Doei allemaal! Sophie en Sebas gaan een vrierend wedstrijdje doen. Wie komt het hoogst op de muur? Ja, ga dan, Sof. Kom op! Oké, ja, je mag, hè?
Ja, maar jij bent ook langer. Dat is echt niet eerlijk. Het viel mee. Het viel mee hoeveel hoger jij kwam. Ja, maar Sebas. Je wil jezelf nu zo graag verbeteren, jongen. Maar je bent goed zoals je bent. Hij doet stapjes tegen de muur, hè? Hij doet maar één stapje. Lucius! Lucius, wil jij ook even tegen die muur aan rennen? Oh, voorzichtig. Luus! Ja, Ja! Komt hij, hoor. Dat is een lange stelte. Hallo, hé. Hey. Oh, was het ook niet goed genoeg? Ook jij bent goed zoals je bent. Kijk dan. Ja, hoor. Maar... jij was ook lekker bezig. En jij ook. Hallo, goedenavond. Het is donderdag en ik heb eindelijk weekend. Deze week was echt vermoeiend. Het was best rustig op mijn werk, waardoor het gewoon vermoeiend was, zeg maar. Omdat je gewoon, ja, we zaten, waren met veel mensen en dan, ja, dan ben je gewoon eigenlijk een beetje aan het wachten op werk. Maar goed, we hebben het overleefd. Ik heb lekker weekend en ik ben maandag ook vrij. Ach, genieten. Lekker man. Ik heb jullie verteld van de My Jewelry Advent kalender. We hebben gisteren de eerste mogen openmaken. En wat erin zat was een oorbel in de vorm van een ster. Kijk. Echt leuk. En vandaag zat er een ketting in. Deze, gewoon een losse ketting, zeg maar. Dus ik verwacht en ik hoop dat er morgen een hangertje bij zit. Maar dat is wel leuk. Twee kettingen dragen. Helemaal enig. Ik wilde nog wat zeggen. Maar ik weet even niet wat. Dus, oh ja, jawel, jawel. Gisteravond ben ik naar de musical 14 The Musical geweest. Over het leven van Johan Cruijff. En het was echt heel tof. Ik heb niet mogen filmen, want dat zijn dus echt heel specifiek. En nou, dat heb ik dan ook niet gedaan. Ik heb alleen even het eindapplaus gefilmd. Kijk maar even. Het is echt heel glad. Vanochtend was het echt heel glad op de weg, zoals je zag. Dat eigenlijk. Ik wilde even laten zien wat ik vandaag in de My Jewelry Advent kalender heb gekregen. Ik had gisteren een ketting en nu heb ik dan het hangertje. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Ja. Mooi! Helemaal mooi. Het is 5 voor 6. Ik ga rond 6:30 rijden richting de bioscoop. Want vandaag is de dag dat Corine mij meeneemt naar Avatar deel 2. Dus ik ben benieuwd. Het is een lange film, een lange sit. Maar volgens mij, ik ben hier eigenlijk nog niet geweest. Dus ik weet niet of ze hier chille stoelen hebben. Het is een bioscoop. Zo vast wel. Goedemorgen. Hallo. Stan is er weer. Het is zaterdagochtend en ik wilde zo graag schaatsen dit weekend. En we zijn weer hier bij het Oppertje in Lelystad. En daar we. Je hoort echt wat ijs. Ja, maar goed. We gaan dus hier lekker schaatsen waar we 2 jaar geleden ook hebben geschaatst. En we nemen jullie mee. Stan heeft schaatsen gekocht van de week. In de berg. Dus we gaan het meemaken. Zoals al vaker gezegd, als ik op de schaatsen sta, ben ik gelukkig zijn best op aarde. En Stan die heeft nu ook goede schaatsen. Ik ga nu blijven staan. Kijk hem. Het is toch geweldig. Net als fietsen. Ja, het zijn echt mooie schaatsen. Wacht even, ik ga ze even zien. Supermooi. Ja, echt. Het is toch amazing. Super helder. Woehoe! Kijk, er is hier een vis. Die is gaaf. Ik schaats boven de vis. Kijk dan, dat is gewoon zijn eten. What? Heel cool.
neem jullie even mee in mijn gedachten. Kijk, wij zitten nu lekker dicht zo nog bij het zand, zeg maar, bij land. Maar er zijn ook mensen helemaal daarachter. En ik vind dat wel heel vet. Maar dit ijs kraakt zo erg. Maar het is wel echt heel mooi. Oké, ik ga... Dan gaan we samen. Ja, maar dan zijn er andere mensen bij. Oh, ja, dat sowieso. Oké, we gaan. Kijk dan, hoe helder. Je kan mij gewoon zien zwaaien, dat is toch bizar? Kijk deze scheur. Oh, maar kijk hoe mooi dit is. Oh my. We volgen weer een vis. Oh, hij is daar. Oh nee. Hij is weg in de camouflage. Weg. Het wordt steeds drukker hier. Nee, druk, maar er komen steeds meer mensen. En steeds meer mensen durven ook verder. Misschien moet ik het ook gewoon doen. Ja, ik zie het. Maar ik heet Canis. Ik heet Canis en ik ga echt door het ijs zakken. Ja, prima. Yes. We durven iets verder. Oh, Stan. Stan, doei. Stan. Doei. Stan zei, ik ga het proberen. Ik zeg, yes. Hij zegt, ik ga weer terug. Doei. Maar ik niet. Oh, ik voel me echt helemaal Remy. Alleen op de wereld hier. En ik ging net vallen. Jammer dat dat weer niet op film staat. Maar ik ging op een school, jawel. Ik was met Bambi. Oh, daar komt hij hoor. Het kraakt echt aan alle kanten. Maar dat is natuur. Maar kijk, hun schaatsen daar ook helemaal, dus dat kan wel. We gaan naar de overkant, let's go! Goed zo, schat. Je kan het. Stan, de man die alles kan. Kijk dan, hier heeft nog niemand geschaatst, dat is toch top? Woep, woep! Hebben we weer. Hoe laat is het, schat? Tijd om een horloge om te doen. Oh. Het is 9:15 of 9:30 inmiddels. En wij gaan even schaatsen. Ja, toch? Het zonnetje komt op aan die kant. Nou, dit is geweldig. En ik weet dat ik jullie gisteren ook heb verveeld met mijn schaatsbeelden, maar ik doe het lekker nog een keer. Hoi. Kijk nou even hoe geweldig dit is. Het zonnetje komt daarop. Wij zitten hier in het midden van dit meer. Stan is daar. Het is geweldig. Het is nog -4 of zo. Ja, tranenogen. We moeten ook weer terug. Dat is ruk. Maar het is echt geweldig. Er zijn denk ik iets van 6 of 8 mensen en dat is het. Even gewoon een ochtendritje op de schaatsen. Geweldig. Ik zal jullie verder niet meer... vervelen, zoals ik het zei met mijn schaatsbeelden. Vanmiddag gaan we naar Omme, want Lars die viert zijn verjaardag, die is woensdagjarig, dus daar gaan we eventjes vanmiddag naartoe. Dat was het. Einde bericht. Oké, ik ben nog even terug vanaf het ijs. Bode reporter, vanaf het ijs. We zijn even nog een stukje verder gegaan. Maar hier zijn er grote scheuren, man. Maar goed, we gaan wel even kijken. En we gingen net langs een huis, want er zijn hier allemaal huizen aan de zijkant. En er zaten die twee mensen, wat oudere mensen, zaten lekker op hun, met een ontbijtje zo voor het raam te kijken naar schaatsende mensen. Het is toch geweldig, echt geweldig. Ja, dat. Nou, we zijn er hoor. Anne en Tom hebben hier geslapen, dus Anne heeft sleutel. Hi. En Anne en Tom die zijn brak. Maar dat terzijde. Joe! Hallo! Iedereen meegenomen? Hallo! Hallo! Hoi! Hallo! Hallo! Alvast gefeliciteerd! Dankjewel! Dankjewel, hi! Oh, wat mooi! Oh, oh, lekker! We hebben iedereen meegenomen! Kijk, volle bak! Hoi Maart! Ben je toch wel lekker in de huishouding aan doen? Oh, het is zo koud! Gefeliciteerd! Jij gefeliciteerd! Happy birthday to you! Hey! 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 Hey!
vandaag was erg leuk. Dat hebben jullie gezien. Want we gingen zingen en Lars die ging een kaarsje blazen en helemaal gezellig. En wat wil ik verder nog zeggen? My Jewelry Advent Calendar heb ik ringoorbellen gekregen. Die zullen jullie vast een keertje tegenkomen. Vroeger had ik echt van die huge dingen in, maar dat was toen helemaal in. En toen kon ik mijn nek niet eens draaien. Maar deze zijn iets subtieler, maar wel groot. Nou ja, jullie zullen ze binnenkort zien. Stan, weet je wat wij nog niet hebben verteld? Dat wij een nieuwe bril hebben. Een nieuwe bril hebben. Wij hebben allebei een nieuwe brillen. Stan had een leuke actie. En dus die hebben we gedaan. En ik heb ik wil het even benoemen, een Jimmy Choo bril. Maar ik weet niet of die gaat... Wil je even... Designer bril. Stan, wil je even erop klikken dat hij gaat focussen? Ja, moment. Nee. Hij pakt hem niet hoor. Nee. Nou, dan niet. Daar zitten glitters in. Nou, waar is mijn camera daar? Zo stom. Dan moet je er licht bij houden. Nee, maar niet uit. Nee, komt goed. Een Jimmy Choo bril. En Stan heeft Ray-Ban. Super fancy. We zijn helemaal fancy, maar er zit dus glitter op de zijkant van mijn bril. Nou ja, goed. Helemaal jammer dat jullie dat niet zien. Het is zondag en finale van WK, EK, weet ik veel. WK is bezig. Papa wilde even dat ik dat benoemd had bij deze. Nou, dat eigenlijk. Verder heb ik niet zoveel te melden. Ben jij nog wat kwijt? Ja, tot de volgende week vlog. Oh. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je het weer leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week. Doei.